Minecraft of het echte leven? Hier hoef je niet bang te zijn voor enge dingen, nog voor honger. Maar het is eigenlijk niet zo interessant. Laten we het speltype overleven kiezen. Nu moeten we handelen zoals in het echte leven. Voedsel vinden, een huis bouwen, jezelf verdedigen en ervaring opdoen. Natuurlijk is dat in het spel veel gemakkelijker. Met slechts één pikhouwiel kun je een boom omhakken die in de lucht hangt. Oh. En je kunt steen krijgen door het gewoon in een paar seconden te breken. Oh. Een dag duurt die slechts 20 minuten. En zelfs je zielige pixelgezichtje kan iemands aandacht trekken. Je kunt zoveel fastfood eten als je wilt. En je wordt niet dik. Dat is een pluspunt. Je zult altijd comfortabel zijn, elk moment van het jaar. En je hoeft niet eens kleren te kopen. En je kunt een cactus in je huis gebruiken in plaats van een vuilnisbak. Die kan elk voorwerp laten verdwijnen. Als je je verveelt, kun je een schaap een andere naam geven. En het zal glinsteren in verschillende kleuren. En ja, hier kun je gewoon een schaap op straat tegenkomen. Vergeet niet, het is Minecraft. Tijd om naar huis te gaan? Oh ja, ik vergat. Het is makkelijk om je huis te laten stelen of vernietigen. Is het game over? Er zijn ongeveer 920 kwadriljoen blokken in de hele wereld van Minecraft in alle dimensies. Eén streamer heeft het helemaal gemaakt door 32 miljoen blokken te delven in slechts 2500 uur. Arnie, je kunt het, maar je zult je tijd moeten opofferen. En je gezondheid. Elk uur langdurig zitten verkort je leven met 22 minuten. En wie 11 uur zit, leeft 40% minder. En dan heb je nog diabetes, obesitas, hartaandoeningen en een vroege dood. Oh, Arnie, heb je eigen kasteel al gebouwd? Van zand? Dit gaat niet werken. Je hebt een Minecraft Takeover team nodig. Het beste team. Klaar. Nu is het veel makkelijker om te spelen. Of misschien toch niet. Tijdens een spel knipperen je ogen maar 4 keer per minuut. Hierdoor droogt de beschermde laag van de ogen snel uit. En als je daar de actie van kachels aan toevoegt, dan voel jij, Arnie, nu een helse pijn. Maar voor jou is dit niets. Want binnenkort zal je machtige leger de wereld van Minecraft overnemen. Je hoeft alleen nog maar op de knop te drukken en het bevel te geven. Maar waar zijn je vingers? Je hebt te lang gespeeld. Je hersenen kunnen geen onderscheid meer maken tussen realiteit en gameplay. Arnie, je hebt echt rust nodig. Je begint al op een enger te lijken. Wat ben je aan het doen? Je kunt beter naar buiten gaan voor wat frisse lucht. Nou, dat is niet hetzelfde. En hier is Bertha. Terwijl jij Minecraft overnam, veranderde zij van hobby. Ze is nu een Harry Potter fan. Wil je Zwijnstein proberen over te nemen? De tribunes staan onder stroom. Het lijkt erop dat er een serieus duel aankomt. Een kaartduel. Laat eens zien wat je in je hand hebt, Arnie. Misschien vinden we iets interessants. Oh, god. In 1993 gaf Magic the Gathering een echte boost aan verzamelkaartspellen. Hun waarde hangt af van de uniekheid van de kaarten en hun staat. De duurste kaart met Pikachu is bijvoorbeeld getaxeerd op $5.275.000. Maar Arnold, als jij hem in je zak steekt, daalt de waarde meteen naar slechts $50. Dat is niet genoeg, Arnold. Als je de beste wilt zijn, moeten jij en je vriend het lot van een echte Pokémon trainer op je nemen. Ga op één plek staan en ga daar je hele leven niet meer weg. Ja, in de wereld van Pokémon doen trainers meestal precies dit. Totdat de volgende kampioen komt en jou en je knuffeldier tot stof vermaalt. Maar dat is niet het ergste, Arnold. Zo lang op één plek staan is slecht voor de darmen. Verminderde doorbloeding verstoort hun werk en veroorzaakt constipatie. Na een week hebben je benen blauwe plekken zo groot als kwartjes. Na een jaar zal je ruggengraat vervormen en zullen je heupotten al je organen tot aan je longen samendrukken. Zoals elke Pokémon trainer moet je een rivaal hebben. En hier is hij, Shaiko Shidori. Kijk, hij heeft badges verzameld van alle competities. Hij heeft zelfs Whitney's Miltank verslagen. Zijn ouders zijn omgekomen bij een auto-ongeluk. Maar hij heeft 2 holokaarten van ze. Maar het belangrijkste is dat hij Pokémon Rangers met succes heeft gespeedrunned terwijl hij een open hart-operatie uitvoerde. Wist je dat speedrunners in de jaren 70 opkwamen met de release van de eerste videogames? De gemiddelde speelduur van Pokémon Red and Blue op de Game Boy is 25 uur. Terwijl het speedrunner-record op 1 uur 50 minuten en 17 seconden staat.
Jij, Arnold, doet er zelfs langer om je bed op te maken. Vergeet alles wat ik je verteld heb, Arnold. Badges en hartoperaties doen er nu niet toe als je niet in Pokémon gelooft. Psycho Chidori gelooft alleen in macht. Maar echte macht is het vermogen om lief te hebben en te begrijpen. Wauw, dit is Psycho Chidori, voormalig kapitein van het Hemelkorps. Als kind werd hij opgenomen in het Hemelkorps, waar hij zijn land verdedigde tegen Shinigami, vampieren, piraten en Girls and Panzer. Toen al zijn vrienden zich van hem afkeerden, bleef hij alleen achter met een duisternis diep van binnen. Arnold, je bevindt je nu in het populairste anime-genre, shonen. Shonen is een verhaal over een held die onderaan begint, zich dan een weg naar de top baant en tenslotte zijn belangrijkste tegenstander verslaat. Je moet hard trainen om sterker te worden en zijn filosofie te begrijpen. Voorwaarts is de enige weg. Maak kennis met de anime middelbare schoolcultuur. Een belangrijke periode in het leven van elke anime-tiener. Oh ja, dat vergat ik je nog te vertellen. In anime is elk meisje perfect. Voor sommige mannen overschat dit de eis die ze aan hun significante ander stellen. En vaak genoeg wordt deze rivaliteit gewonnen door de waifu, de getekende echtgenote. Arnold, het lijkt wel of je geboren bent om in een anime te figureren. Een utopie als deze kan alleen voorkomen worden door Gundams uit de mecha- en kaiju-genres. Om een anime te maken, moet je eerst een manga tekenen. Manga is zo'n beetje als een stripboek. Alleen lees je het achterstevoren. In Japan gebruiken ze meer papier om manga te drukken dan voor toiletpapier. Anime is van een goedkope animatie uitgegroeid tot een hele bloeiende industrie. Trouwens, die twee meisjes zijn je stiefzussen. Maak je geen zorgen, dat mag in het edgy genre. Daar is hij dan. En jij bent voorbereid op dit gevecht. Laat je Bankai los en verspil je Furioko niet. Hachime, maak gebruik van de kracht van de Founding Titan. Beheers je Raiatsu. Psycho Chidori is zwak. Alleen duisternis staat hem nog ter beschikking. En jij hebt het licht dat je door vriendschap gegeven is. Onthoud waar dit allemaal voor is. En laat niemand knock you off your feet! Dus Arnold, ben je klaar om het spel in de ruimte te spelen? Of gewoon voorbij te vliegen? Op aarde houdt de zwaartekracht je vast, dus springen en wegvliegen werkt niet. Maar als je genoeg snelheid zou kunnen maken, dan zou je de zwaartekracht van de aarde kunnen overwinnen. De zwaartekracht en de traagheid houden elkaar in evenwicht. En je kunt veilig in gewichtloosheid rond de aarde vliegen. Je voortbewegen in gewichtloosheid is niet gemakkelijk. En zeker niet met jouw gebrek aan gratie. Arnold, het lijkt erop dat je een nieuw soort brandstof hebt ontdekt. Waterstofsulfide. Het kan je helpen om met de monsters om te gaan. Gelukkig ben je niet de enige die de training gemist heeft. Voorzichtig, Arnie. Het lijkt erop dat je het zegel hebt verbroken. Door het open slot is de balans van de gassen helemaal uit balans. Trek je pak aan, Arnold. Hoera, het is je gelukt. Maar nu is er een ander probleem. Hoe ga je nu de monsters horen? Ik denk dat je alle monsters zelf wegjaagt. Nee, je bent niet doof, Arnold. Geluid kan niet in een vacuüm reizen. Geluid verplaatst zich in golven. Een trillend voorwerp geeft zijn trilling door aan naburige moleculen of deeltjes. In de ruimte liggen luchtmoleculen zo ver uit elkaar dat ze geen trillingen kunnen doorgeven. Geen lucht, geen geluid. Het is dus beter om gewoon in de kast te zitten, zolang ze je dat toestaan. Houston, we have a problem. Is dit de laatste deur? Ik vraag me af wat erachter zit. We houden een Among Us-stijl feest. Het is een populair spel met meer dan 500 miljoen spelers. Meer dan enig ander spel in de geschiedenis. 97% van de spelers speelt de gratis mobiele versie. Maar het grootste deel van de inkomsten wordt gegenereerd door de betaalde PC-versie. Natuurlijk spelen we de gratis versie. Als het gratis is, speel ik ook. En ik heb Bruin niet voor niets gekozen, want hij wordt er minder dan 65% van de tijd uitgeschopt. In meer dan 90% van de stemmingen kiezen mensen ervoor om zwart eruit te trappen. En het is precies de kleur die jij hebt, Arnold. Let the games begin. Het belangrijkste is om snel te handelen, want je kunt op elk moment vermoord worden. En hier is de eerste moord. Maak je geen zorgen, we hebben veel detectives hier. Ze zullen meteen uitvinden dat jij niet de bedrieger bent. Oeps. Ik ben er vrij zeker van dat je hier onder de bus wordt gegooid, Arnold. Het is tijd om te maken dat je wegkomt, voordat je in de ruimte wordt gegooid. Je moet opdrachten in het spel uitvoeren om de rest van de spelers duidelijk te maken dat je geen bedrieger bent.
Oeps, deze kamer is al bezet. Laten we dit koppel niet storen. Er is een nieuwe taak. Je moet het vuur blussen in de elektriciteitskamer. Het lijkt erop dat het gelukt is. Ze geloven je. Kom op, help deze speler. Ik denk dat ik een brandblusser zag. Arnold, iemand probeert je erin te luizen. Bovendien, volgens de statistieken, zijn de elektriciteits- en administratieve kamers de meest gevaarlijke plaatsen. Als je echt een bedrieger bent, moet je de motor opblazen en het spel winnen. Het werkt niet. Dat is cool, Arnold. Dus je bent geen bedrieger. Gefeliciteerd. Voorzichtig. Ik heb je, mijn vriend. Vergeef me, we hadden plezier, maar nu moeten jij en ik uit elkaar gaan. Maar we weten zeker dat je geen bedrieger bent. Nu moeten we alleen nog uitzoeken wie het wel is. Maar soms is de bedrieger veel dichterbij dan het lijkt. Dit is nog een les voor je. Arnold, er zijn geen vrienden among us. Dus, je bent op zoek naar een baan als programmeur? En je hebt alleen een tweedaagse programmeercursus gevolgd? Online? Kom op. Maar in Roblox kun je over het algemeen spellen maken zonder dat je weet hoe je moet programmeren. Het is waar dat maar heel weinig mensen geld kunnen verdienen met hun spel. Het idee voor het platform ontstond al in 1989 om een simulator te maken voor het bestuderen van natuurkunde. De beta-versie van Roblox werd geïntroduceerd in 2004, wat betekent dat Roblox ouder is dan de gemiddelde speler. In 2016 had Roblox slechts 10.000 accounts. In 2019 een miljard! Kun jij je voorstellen hoeveel geld je kunt verdienen? Maar het op de goedkope manier doen zal niet werken. Er is een initiële investering nodig. De eerste investering in Roblox was $560.000. Boterkaas en eieren? Arnold, denk je echt dat iemand hierin trapt? Wauw, je hebt ze overtuigd om je geld te geven? Een zeer overhaastige beslissing van hun kant. Het lijkt erop dat iemand al zijn geld gaat uitgeven voordat het spel uit is gebracht. Een echt geweldig spel kan door een paar mensen in een garage worden gemaakt. Het is niet zo dat iedereen een nieuwe Google moet maken. Vier het nog maar niet. Dus, Arnold, het is tijd om die leningen terug te betalen. Met rente. Je dacht misschien dat 1% rente niet veel was. Maar dat is per dag. Dat is 365% per jaar. En rekening houdend met samengestelde rente ben je ze nu meerdere keren meer verschuldigd dan je hebt geleend. Alleen al in Amerika worden elk jaar honderdduizenden faillissementen geregistreerd. 70% van de startups mislukt in het eerste jaar. En nog eens 25% in de jaren daarna. Je hebt hier echt niet genoeg geld voor, Arnold. Je zult de komende 10.000 jaar moeten werken. Maar nu heb je niets te eten. En nergens om te wonen. Probeer je weer een baan te krijgen? Goed gedaan. Maar zonder opleiding kun je alleen conciërge zijn. En zelfs dat niet. Er zijn genoeg mensen uit andere landen met 3 diploma's die elke baan kunnen krijgen. Dus misschien maak je eindelijk je school af? Trouwens, de eerste scholen verschenen zo'n 3.000 tot 4.000 jaar geleden in het oude Sumerië. In Sumerië was school een voorrecht en alleen jongens kregen er les. Dus je hebt geluk, Arnold! Computers waren nog niet uitgevonden, dus je moet schrijven op zachte kleitabletten. Puh, wat een rommel. Ja, je hebt geluk dat je in de 21ste eeuw geboren bent. Wat? Ze laten je niet naar school gaan omdat je volwassen bent? We moeten op zoek naar ongewone scholen. Kijk, het is een doorschool. En je bent al fan van deze game. Ga maar naar binnen. De eerste les is algebra. Heb je de flyer niet gezien? De leraren hier zijn monsters. Het is heel efficiënt. Arnold, heb je de vermenigvuldigingstabel geleerd? Maar helaas, tevergeefs. Misschien gebruikt deze school ook lijfstraffen. Nee, Arnold, jij dom hoor. Ik bedoel echte straffen. Kinderen werden geslagen voor slechte prestaties in het oude Egypte. En in Zuid-Korea bijvoorbeeld kwam er pas in 2010 een verbod op lijfstraffen. In de moderne wereld is school een standaard levensfase. Maar niet alle kinderen krijgen de kans om dit mee te maken. Veel mensen gebruiken sport om hoger op de maatschappelijke ladder te komen. Ren snel, Arnie, anders eindig je als iemands lunch. Laat zitten die school. Jij weet al hoe je moet lezen. Bijna 20% van de mensheid kan niet lezen en schrijven. Dus wiskunde is niet jouw ding en sport vermoeit je. Maar ik weet dat je van planten en dieren houdt. Vooral van dieren. Vooral gefrituurde. Joepie, biologie. Deze leraar heeft een eigen opvatting over evolutie.
Misschien moet je een andere school kiezen. In het begin bereiden scholen mensen gewoon voor op het werk in werkplaatsen en fabrieken. Nu kunnen kinderen opgroeien in comfortabele omstandigheden zonder discriminatie of fysiek geweld. Je opende een dimensionale portal en het universum gooide je in het GTA-spel. Welkom in Los Santos. Ben je er klaar voor om de rijkste en machtigste man van de stad te worden? Stap in de auto en laten we gaan. Hier is Michael, een van de drie hoofdpersonen van het spel. Wat dacht je van je eerste missie? Laat ons je schietkunsten zien, Arnie. Dus meer ter zake. Het is geen geheim dat Los Santos een zeer criminele en gevaarlijke stad is. Om te beginnen stel ik voor dat we je imago veranderen. Anders zie je eruit als een Minecraft-fan. Een paar brute tatoeages zouden zeker geen kwaad kunnen. Nu ben je een echte gangster, klaar om een bank te beroven. Het plan is als volgt. Je gaat stilletjes het gebouw binnen. Schiet het gepantserde glas eruit, blaas de kluisdeur op en neem al het goud mee. Blaas nu deze taco-kraam op. Om sneller te lopen moet je in GTA niet rennen, maar springen. Wist je dat het werkelijke gewicht van de wapens en het goud dat je nu hebt meer dan een halve ton is? Maar in GTA maakt dat niet uit. Ze staan vlak achter je. Je moet je verstoppen. En dit is heel eenvoudig. Je hoeft je alleen maar op een rustige plek te verstoppen. En na een tijdje zullen ze je vergeten. Wauw, kijk, dat heb je goed gedaan, Arnold. Nu kun je je geld veilig uitgeven aan feestjes, dure pakken. Koop al het onroerend goed in de stad op. En wakker worden met het mooiste uitzicht vanuit je raam. Maar dit gaat snel vervelen. Ben je het vergeten? Je bent nu een echte gangster, Arnie. Oh yeah, extreme auto-achtervolging. Cool. Ren, Arnold, of je wordt neergeschoten. Een vliegtuig? Druk op like als je weet hoe je moet vliegen in GTA. Je geluk lijkt op, Arnold. Op de een of andere manier ben je in een gemodificeerde GTA terechtgekomen met een gigantische megalodon. Oké, je hebt verloren, Arnold. Missie mislukt. Wacht, Arnold, je hebt het overleefd. Wat is dit? Nieuwe GTA? Ik heb me altijd afgevraagd, hoeveel mensen kan de Train Eater tegelijk opslokken? Enige informatie, de Train Eater is een personage uit de geheime archieven van de SCP-organisation, die gegevens en beschrijvingen bijhoudt van verschillende afwijkende verschijnselen op aarde. Momenteel zijn er ruim 5000 inzendingen. Het resultaat van het experiment? 37 mensen tegelijk. Arnold, pak je koffers. Het is tijd om hier weg te gaan. Voordat je wordt opgelost door het maagzuur van de Train Eater. Gewoon met hoge snelheid uit een trein springen is een slecht idee. Maar je zit niet in de trein. Je zit in de maag. Laten we de kokhalsreflex op gang brengen en je hier wegkrijgen. Tip, Arnold. Probeer er stoelen te kietelen. Zoals deze life hack. Hoe kom je uit de Train Eater? En nu, hoe kom je weer thuis? Ik heb een idee. Wat als we een trein van je maken, Arnie? Spoorwegen zijn het op één na populairste vervoermiddel ter wereld. De VS heeft de langste spoorlijn ter wereld. Hier is Trainold. Eerlijk gezegd, je ziet er eng uit. Niet zoals lieve Thomas de stoomlocomotief. Als je je voorstelt dat alle treinen menselijke gezichten hadden, denk ik dat hun ogen bij hoge snelheid kapot zouden gaan. Schiet op, Arnold. 'S Nachts kun je worden aangevallen door de monstertrein Choo Choo Charles. De hoofdpersoon van de gelijknamige horrorgame is een monster dat op mysterieuze wijze verscheen uit de mijnen waar ze te diep aan het graven waren. Het voedt zich met dieren en mensen. Er is een legende dat dit monster al duizenden jaren leeft. Zet alles op alles, Arnold. Wauw, je werd niet eens tegengehouden door Mr. Beast met zijn experiment. Zoals je kunt zien is het verslaan van Choo Choo Charles niet zo eenvoudig. Arnold, deze weg leidt rechtstreeks naar de klif. Dit is jouw kans. Laat Charles daar vallen. Het enige dat je hoeft te doen is vertragen. Rem! Phew, Arnold, deze keer kwam je er vlot vanaf. Goedemorgen, Arnie Pig. Kijk, dat is de beroemde familie Peppa Pig. Je hebt zoveel geluk, Arnold. Zoveel mensen zouden nu graag in jouw schoenen staan. Waar zijn je manieren, Arnold? De familie Peppa is een conservatieve en intelligente Britse familie. Alsjeblieft, breng me niet in verlegenheid. De Peppa Pig-serie is vertaald in meer dan 40 talen en is te zien geweest in 180 landen.
De jaarlijke inkomsten bedragen meer dan 1 miljard dollar. Ongeveer hetzelfde bedrag dat Al Capone en zijn bende uit Chicago verdienden. Weet je absoluut zeker dat je dit bedrijf in gevaar wilt brengen? Nu lijkt het net de echte tekenfilmserie. Mama Pig leert je hoe je een lepel moet vasthouden. En Peppa plaagt Papa Pig over zijn gewicht. Het format van de serie van 3 minuten vond al snel zijn publiek. In deze tijd laten de auteurs een bekende alledaagse situatie zien. En leren ze kinderen hoe ze het leven moeten leven. Arnold, dit zijn de beroemde sprongen in een plas. Kijk, iedereen loopt in zijn merkschoenen. Stop, waar ga je naartoe? We hebben het hier al over gehad. Arnold, de politie zal je niet helpen, omdat mevrouw Konijn, hun familievriendin, daar werkt. En nu ga je een vreselijk interessant spel spelen. Ongerucht varken. Peppa's populariteit gaat veel verder dan de show. In slechts 1 jaar tijd verkoopt het... Wat is hier in hemelsnaam aan de hand? Nou, Arnold, ik heb er genoeg van. Zo goed voor jezelf. Vriend. George, wat een meeting. Kijk, heb jij je ooit afgevraagd wat er zou gebeuren als je levend begraven zou worden? De vloer is lava. Maar hier is het echte lava. Cool toch? Dit is waar een gewoon kinderspelletje toe kan leiden. Een wereldwijde catastrofe. Raak de vloer niet aan, Arnie. De temperatuur van de lava kan oplopen tot 1200 graden Celsius. Je kunt je verplaatsen met alle voorwerpen die je ziet. Maar onthoud, je stoel brandt in slechts 3 seconden op. Je bed verdwijnt in 5 seconden. En je tv smelt sneller dan een enkele tv-reclame. Kom naar het dak. Hey, val er niet af. Als je in de lava valt, krijg je een ernstige brandwond die al je zenuwuiteinden zal vernietigen en onderuit vet zal doen koken. Maar aan de andere kant betekent dit wel dat je niet eens de tijd hebt om te voelen hoe de lava je tot op het bot verbrandt. Verman jezelf, man. Oh nee, idioot. Metalen constructies warmen altijd het snelst op, sukkel. Maar doe rustig aan. Zelfs als je valt, zul je niet verdrinken. Lava is niet zo vloeibaar als het lijkt. De dichtheid van lava is zelfs hoger dan die van beton. En om op lava te lopen, je hebt gewoon speciale asbestlaarzen nodig, net als geologen gebruiken. Wauw, wat wordt het heet. Bij deze temperatuur zal al het water in de oceanen koken en veranderen in een gigantische pot vissoep. Het is tijd om de laatste vissen ter wereld te redden. Maar eigenlijk, het ergste is niet de hete lava, maar wat er gebeurt als het afkoelt. Als de lava zijn temperatuur verliest, creëert hij zure wolken van stoom en gas. En die bevatten piepkleine glasdeeltjes die gevaarlijk zijn voor mensen. Maar maak je geen zorgen, binnenkort verandert de hele wereld in de Hawaïaanse eilanden. Ik wist niet dat je van voetbal hield. Je blijft me verbazen. Maar de vreugde was van korte duur. Wees voorzichtig. Of hou je eigenlijk van dode pixels op je tv-scherm? Wat ben je in vredesnaam van plan? Nou, Arnold, dat past zeker bij jou. Dat is pas een kwantumsprong. Blijkbaar hangt het resultaat van een heel belangrijke wedstrijd van jou af. En jij bent nu voetbalster Ronaldo. Nee, het is een veel voorkomende vergissing. Dit is Ronaldo, een Braziliaanse speler. En jij bent de houder van 5 gouden ballen. Cristiano Ronaldo, de Portugese speler. Het is tijd om te schieten. Nou, wat had ik verwacht met jouw fysieke vorm? Nu moet je waarschijnlijk vluchten voor alle woedende fans. Gelukkig kun jij je voor miljoenen boze fans verbergen in je enorme huis. Arnaldo, je bent in het huis van de bediende, domoor. Je prachtige herenhuis ligt verderop. Zo'n enorm huis moet wel bedienden hebben. Daarnaast is er een fitnessruimte, een zwembad, een biljartkamer, een spa en 2 geheime ingangen die garanderen dat geen journalist je ooit zal zien. Arnaldo, waar ben je? Oh, ik weet het. Kun je je voorstellen dat Ronaldo slechts 7% lichaamsvet heeft? Hoewel hij 35 jaar oud is, heeft hij volgens zijn biologische metingen de gezondheid en het lichaam van een 23-jarige. Cristiano verbruikt ongeveer 3000 calorieën per dag, die hij opdeelt in 6 kleinere maaltijden. Ik weet dat jij dit ook doet, maar je beweegt niet. Helemaal niet. Dacht je echt dat alles zo makkelijk zou gaan?
Cristiano heeft de populairste Instagram op aarde. Met bijna 250 miljoen abonnees. Dat is ongeveer 34% van de bevolking van Europa. Of 76% van die van de VS. En omdat ze je in de echte wereld niet kunnen bereiken, zullen ze je via het internet krijgen. Heb je dit ook op een of andere manier weten te verpesten? Het lijkt erop dat het tijd is om je eigen huis te ontvluchten, sukkel. Ja, dit is jouw garage. McLaren Senna, Rolls-Royce Phantom, Bugatti Chiron en Veyron en een Ferrari 599 ter waarde van 7 miljoen dollar. Glijd alleen niet uit over je speeksel. Of ik denk dat het je kan helpen aan boord te varen van je luxe jacht van 6 miljoen dollar van 27 meter. Nou, het lijkt erop dat je weer een manier hebt gevonden om de kogel te ontwijken. Arnold, kijk uit! De situatie ziet er niet goed uit, Arnold. Het lijkt erop dat je een beetje te lang gespeeld hebt vandaag, Arnie. De enige verstandige oplossing is om naar bed te gaan. Slaap lekker, Arnold. De hele dag videospelletjes spelen zal niet onopgemerkt blijven. Na zo'n overprikkeling kan er iets vreselijks gebeuren. Bijvoorbeeld slaapverlamming. De remslaap is een toestand waarin het lichaam onbewegelijk is. Bij slaapverlamming worden je hersenen wakker, maar je spieren blijven bevroren, zodat je wel kunt zien en horen, maar je kunt niet bewegen. Tijdens die momenten beginnen hallucinaties op te treden en voelt het alsof er een demon op je zit. Maar dit is niet voor lang. Wat is er mis, Arnie? Ben je bang om in het donker te slapen? Ongeveer 10% van de mensen op aarde lijdt aan nyctofobie, de angst voor de duisternis. Wetenschappers geloven dat we deze eigenschap genetisch hebben overgeërfd. Onze voorouders waren bang om te worden opgegeten door nachtelijke roofdieren. En dus schetst onze verbeelding de meest verschrikkelijke beelden in het donker. Oeh, er staat iemand achter het raam. Ha! In de wereldranglijst van bange scheiters sta jij, Arnold, op de eerste plaats. Alle angst wordt gevormd in de amygdala van de hersenen. Een gevoel van angst wordt gevormd in dit kleine zakje van 1,5 centimeter. Er zijn gevallen bekend waar de amygdala van mensen werd vernietigd als gevolg van de ziekte van Urbach-White. Dit schakelt permanent de angstreactie uit. Maar dit geldt niet voor jou, Arnold. Jij bent bang voor alles, zelfs je eigen schaduw. Oké, ik zal het licht aandoen, dat je weet dat er niemand is. Maar slapen met het licht aan is ook een slecht idee. Het onderdrukt de hoeveelheid melatonine die tijdens de slaap wordt aangemaakt, wat kan leiden tot overgewicht. De keuze ligt dus voor de hand. Om geen te dikke, geelbuikige pispaal te worden, moet je in het donker slapen. Ja, in slaap vallen als het voelt alsof er iemand anders in de kamer is, is geen gemakkelijke taak. Misschien is het gewoon je verbeelding. Of misschien niet.